Flip, zou het niet fantastisch zijn als je op je 75 er nog zo uitzag als Herman de Croo? Ah, ik dacht dat je 95 was. Het verschil is bij u dat je daar geen auto op kunt opzetten. Ja, dat is waar. Ja. De beste camouflage is toch een jaar af te doen. Hè? Ja, nee, dat is waar. Nee. Wat denk jij van de kandidaat, Filip? Een dokter, ja. Dus dat kan niet mislopen. De lauw, ja. Ik zou graag hebben dat hem nog wat blijft. Ja. Ik zou eigenlijk graag hebben dat ze alle drie blijven, want ze zijn alle drie toffe gasten. Zijn toppers, hè? Ja. En dan, ja, de Otto Jan Han moet gewoon de slimste mens winnen, want dan win ik ook. Dat is pronostiek, ja. Ja, maar ja. Ja, nee, dat is waar. Had er een wetenschap gedaan voor hem? Ja, en stond op één in mijn pronostiek. Met de boekmakers zo. Je zet 10 ja. tegen 1, 20 tegen 3 enzovoort. En ja. De boekmaker wint altijd, je weet dat, hè? Ja. Ja, anders zou er geen meer zijn, hè? Wat zegt hij toch allemaal? En ik weet het, het is niet gemakkelijk. Ik heb niet gestudeerd, hè. Maar je moet dat verbergen als het zo is. Ah, ja. 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 Het is een cryptisch vraagje. Welke Kate is een pest in uw gazon? Welke Mos. Kate Mos, inderdaad. Nee, dat is een mopje, hè. Zoals, welke Kate heeft altijd propere tanden? Niet? Kate Floss, ja. Ik dacht, Colgate, dacht ik maar. Ah ja, 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 dat, ja, dat is ook goed. Ja, dat is goed gevonden. Ja. En Kate dat zich niet geschoren, nee, Kate Bos. Is dat geen groot merk, Colgate? Nee? Colgate, ja. Ja, die zit echt op een ander planeet. Denk ik. Partak, als ik naar u kijk, heb ik toch precies een marsmanneke naast. Ja, het is mooi hoe jullie vrienden worden gezien. Ja, hè? Ja. Het risico is beperkt, maar af. Olle, dat is niet lief, hè? Nee. Je moet toch een beetje een pittig houden, hè? Ja, ja, ja. Dat is waar. Ja. Dat is waar. Ja. Veel reclame voor gemaakt, enfin, vooral in P-magazinen. Temptation Car Wash. Schaars geklede meisjes die je auto wassen. Dat heb ik daar niet gezien. Nee, dat je daar niet neemt. Er staan beelden van. Ik heb eens een film die noemt zich Crash. Ja? En daar gaat die wagen in een zo'n car wash. Ja? En terwijl zij dus in die car wash zitten, bedrijven zij een aantal dingen die je dus minder goed kunt bemerken door de stromende watervallen die op de ruiten gaan zien. Zeer zedige bedoeling. Ik weet... Hij verstaat dat niet, hè? Jawel, jawel. Ze waren aan het poppen in de auto. Je kunt met sommige mensen toch niet ver geraken. Ik kan het niet meepakken op parlement. Hè, want, zo'n directe taal, dat gaat niet. Hè. Anders is dat 2 uur vroeger gedaan. Hè. Vertaal het zinnetje ik ontmoeten naar het Engels. En spel dat zinnetje in het Engels terwijl je zo doet met je wijsvinger. I-V-E. Nee, dat is niet goed. Nee, nee Laurens? I-M-E-T. Ja, inderdaad. Waar? Hij heeft een soort voordeel, hè? Hij zit deel van zijn leven in Amerika. Ja, dat is waar. Ja. Nee. Stel voor ik dat verkeerd had gedaan. Maar in waar je daar zit, spreken ze nog Engels of spreken ze Spaans? Het wordt moeilijker om door een drive-thru te geraken. Het is zoals in Brussel, hè, waar 50.000 Vlaams spreken, 500.000 Frans spreken en 500.000 andere taal spreken, zeker. Ja. Ja. Nee, Laurens, je hebt toch door, hè? I-M-E-T, hè? Ach, het is niet gewoon, hè? Ik heb het niet. Moet jij eens naar huis bellen? Nu wel, ja.